Bij de circuszaag gaan we wel eens de zagen wisselen. Maar daar ga ik het nu eigenlijk niet over hebben. Het gaat erover dat zit een plaat, een aluminium plaat zit hiervoor, waar die zaag doorheen snijdt. En die zit vast met 4 schroeven. Die met een inbus kan losgemaakt worden. Nou ga ik hem even losmaken. Dat is het probleem niet. Maar straks als je hem vastzet, zo'n situatie, die komt wel meer voor, dat er meerdere schroeven zitten in een plaat, dan moeten we dat op een bepaalde manier vastschroeven, anders scheurt de plaat. Nu komt het verhaal dat die plaat er weer op moet. Ook even controleren trouwens of hier dat stof uit die sponning weg is. Er zit altijd wel stof tussen. En dan gaan we hem erin leggen. Zo, dan is die mooi gelijk. En nu doe ik die 4 schroeven met de hand er los in. Want als je nou begint met 1 schroef en die draai je vast, dan wringt die waarschijnlijk op de andere gaten. En als je dan die andere gaten gaat vullen met schroeven en die ene staat al vast, dan krijg je spanning op de plaat en dan gaat die scheuren. Dat zal de eerste keer niet zijn. Dus ik draai hem eerst allemaal los vast. En als laatste ga ik pas aandraaien. En dan heb je niet dat de spanning verkeerd erop komt te staan.